Welkom op je matje. We gaan verder nog de rest van de week in hetzelfde thema. Ontwikkelen van onze core-kracht. Dus kom staan op je matje. Verplaats je gewicht in de richting van je hielen. En voel of je de voorzijde van je lichaam langer kunt maken. Dus je heft je navel een beetje weg van je bekken, borst van je navel. Hals open, gewicht blijft in de hielen en vanuit je benen laat je je wervelkolom in beweging komen. En ook al is dit iets die we bijna elke dag doen, om te starten, doe het met alle aandacht. Het is zo'n beetje een terugkerende manier om goeiemorgen te zeggen tegen je lichaam en te voelen hoe dat met jou gaat, wat dat er is. En de herhaling kan helpen om een goede gewoonte te creëren. Een soort ankerpunt om makkelijker naar binnen te kunnen voelen. En je lichaam in de juiste, je lichaam en je geest in de juiste toestand te brengen. En je zal merken dat je langzamerhand een beetje meer bewegingsvrijheid krijgt. Oké, laat dan die beweging langzaam stilvallen. Breng je gewicht opnieuw in de hielen, breng je armen naar boven en rek je eens goed uit. Dus je duwt je hielen naar beneden. Gewicht in de hielen. Voorzijde van je lichaam open. De zijkanten eens goed uittrekken. Oké, en dan laat je je armen vallen. Gewicht blijft in de hielen. Adem in. Armen komen naar boven. Adem uit. Armen zwaaien naar beneden. Je mag ook uitademen door de mond. Adem de spanning uit. Je holt je armen niet naar beneden. Je laat ze gewoon vallen. Een paar keer. Ontspan, zet je been een beetje breder. Draai je voetpunten wat naar buiten en plooi je knieën. Hef en spreid je tenen, duw je knieën naar achter. En zet je handen dicht bij je bekken op je dijen. Je mag je schouders toelaten om naar boven te komen. Oké, en dan ga je rustig en diep inademen tot in je borstkas. Laat je kin vallen op je borstbeen en doen we een tiental keer Kapalabhati. Dan doen we hetzelfde met de armen zijwaarts. Hou de lengte in je abdomen. Adem diep in. Kin zakt een beetje naar je borstkas. Armen naar boven. Vingers in elkaar. Handpalmen in de richting van het plafond. Ellebogen naar voren en boven. Adem diep in. Kin op de borstkas. Terug naar beneden met de handen. Duw met je handen op je dijen. Duw nog altijd je knieën naar achter. Adem diep in.
Nee, sta langzaam recht. Je benen een beetje dichter bij elkaar. En observeer het gevoel in je lichaam. Je adem, de warmtedoorstroming. Met je adem terug. Oké. En kom terug staan met je voeten iets breder dan je bekken. Hef en spreid je tenen. Laat de rest van je voet zo ontspannen. Duw je hiel een beetje naar buiten. Heupen uit elkaar. Adem in, verleng. Voorzijde van je lichaam. Dus je heft je borstkas weg. Hals open. En bij het uitademen breng je je bekken naar achter. Hou je abdomen lang. En je komt in een diepe squat. Blijf je heupen uit elkaar duwen en verleng, verleng, verleng je handse wervelkolom. Veel kracht in de benen. Verplaats je gewicht een beetje naar links. Doe je linkerknie meer open. Draai je navel naar rechts. Verleng de linkerflank. Bij het inademen kom je een beetje terug. Uitademen nog eens aan dezelfde kant. En alle goede dingen bestaan uit drie, dus we doen dat nog eens. En verplaats je gewicht terug naar het midden. Breng je bekken naar achter. Gewicht een beetje naar rechts. Inademen, verleng. Uitademen, rechterknie naar rechts, navel naar links. Inademen, midden. Uitademen, rechterknie naar rechts, navel naar links. Nog een keer. Inademen. En uit. En kom terug naar het midden. Breng eerst je borstkas naar boven. Duw je hielen uit elkaar. En voel de kracht in je benen. Armen komen naar beneden. Draai cirkeltjes met je bekken. In de richting en daarna ook in de andere richting. Oké. Zet dan je voeten een heel klein beetje breder. De hielen een beetje naar buiten. En plooi je knieën. Hef en spreid de tenen. Activeer je benen. En breng je armen naar boven, adem in. En hef je borstkas weg van je bekken. Oké. En dan, zonder dat je je onderrug belast, ga je je abdomen verder verlengen. Verlengen, verlengen, verlengen. Je komt in een lichte achterwaartse buiging. Rustig in en uitademen. Je heft je gezicht schuin naar boven. Je kin schuin naar boven. Voel verlenging tot diep in je bekken. Als je iets zou voelen in je onderrug, aard je hielen, duw ze nog krachtiger naar buiten, zodat je abdomen kan verlengen en laat je schouders naar beneden komen. En naar achter. Heeft je borstkas meer naar het plafond. En duw op je hielen en kom terug. Armen komen naar beneden. Oké. En we komen op handen en knieën. Voor mensen die last hebben van de polsen of van de handen, is het goed om het volgende te doen. Je duwt je duimhuis krachtig naar beneden, duim ook. En de wijsvinger, en zeker de kneukel van de wijsvinger, en dan alle vingertoppen. En je duwt die krachtig naar beneden. Zodat
je hand eigenlijk een beetje hol wordt. Een soort gewelfje ontstaat onder je handpalmen. Op die manier ga je je polsen minder sterk belasten. Je draait de binnenkant van je elleboog, de plooi van je elleboog, naar voren. De armen zijn dan in buitenwaartse rotatie en schoudergewricht. En dan ga je je knieën uit elkaar duwen en je borstkas beweeg je naar voren, weg van je bekken. Hals is een beetje open. Blijf je handen actief houden. En we gaan onmiddellijk naar de plank. Je strekt je rechterbeen uit. En dan ook je linkerbeen. Je houdt je abdomen lang. Je onderrug is een beetje hol. Verleng de ganse voorzijde van je lichaam. Zo weet je dat je wervelkolom in een natuurlijke kromming blijft. Hou je schouders weg van je oren. Je hielen duw je naar achter. Eventueel kan je één been heffen. En als je veel kracht in de armen hebt, ellebogen plooien en naar binnen duwen. Even naar beneden komen. Terug naar boven. Wissel de benen om. Linkervoet heffen. Je hoeft dat dus niet te doen, hè. Buigen van de armen. En terug. En kom op handen en knieën. En breng je gewicht naar achter. Open de knieën een beetje. En verleng. Je blijft duwen op de handen. Dus er is kracht in de armen. Diep ademen. Ik ga een beetje wiegen naar links en naar rechts. Oké. En dan komen we zitten. Een blokje. Je linkerbeen gebogen. En je rechterbeen is schuin naar voren, maar makkelijk. Dus niet te ver open, zodat je geen stretching voelt aan de binnenkant van je been. Je kan een blokje links achter je plaatsen of je kan leunen op de vloer. Een blokje is handig, zeker niet voor mensen die pijn hebben aan of last hebben van zwakke polsen. Dan kan je je blokje gewoon zo vastnemen. Duim aan de ene kant, wijsvinger en andere vingers aan de andere kant. En het eerste wat we doen is de abdomen verlengen. Zodat er hier meer potentieel ontstaat om kracht te ontwikkelen. Hoe langer de wervelkolom, hoe vrijer het zenuwstelsel en het ruggenmerg en de perifere zenuwen om kracht te ontwikkelen in de benen. En we doen dat door je rechterbeen van je af te schuiven. Dus je verlengt je been door je hiel van je weg te duwen. Trek je tenen op en je voet. Je kan eventueel je rechterarm heffen, zodat je voelt dat de ribben hier aan de rechterzijde weggetrokken worden van je bekken. En dan op een uitademhaling ga je je rechterbeen lichter maken, heffen en een beetje naar achter duwen. Probeer te voorkomen dat je dit samentrekt. Integendeel, je opent je rechterflank en je heft je been. Soms leidt dat tot kramp in je quadriceps. Dat is oké. Dan zet je je been terug neer. Oké. Dan breng je je been naar voren. Je kan leunen op twee blokjes naar achter. En je heft je borstkas weg van je bekken. En je schouders blijven laag. Duw je hiel van je af, trek je voet op en hef nog eens je been op. Probeer je been krachtig te strekken. En ontspan. En wissel om. De rechterbeen gebogen. Linkervoet. Linkerbeen naar links gestrekt. Een makkelijke hoek, zodat je geen stretch voelt aan de binnenkant van je dijbeen. Leun een beetje rechts naar achter. De linkerarm komt naar boven. Veel afstand hier in je linkerflank. Adem in, verleng je linkerbeen en adem uit. Hef je been op, duw je hiel een beetje naar achter. Hou je abdomen lang. Blijf glimlachen. Je onderrug is een beetje hol, duw je hiel van je af.
Ja, oké. Okay. Leg je been terug neer. Leg je linkerbeen naar voren. Ze zijn op twee blokjes. Je mag rustig een relatief ver naar achter bewegen. En je borst heffen. Dus je onder is opnieuw in een natuurlijke kromming. En je begint dan met het goed strekken van je been hier. Dus je quadriceps is al actief over de handse lengte. En dan maak je dat been lichter. En probeer die linker zijbeenknobbel, als je je linkerbeen heft, naar beneden te duwen. Oké. Okay. En plooi dan je benen. Neem het blokje weg. En dan doen we nog eens die oefening van gisteren. Waarbij dan we het abdomen verlengen. Nu gaan we een tussenstap nemen. Want dat is niet voor iedereen haalbaar. Dus je kan je benen gewoon gebogen houden. Voet dan plat laten staan op de vloer. Je neemt je knieën vast. En door... Je duwt je knieën een beetje naar buiten. Tegen je handen. Je omarmt je scheenbeen met je vingers. En je heft je borstkas terwijl je dat doet. Je onderrug verlengt. Je abdomen verlengt. En je duwt de knieën naar buiten. Zeg in de positie die je straks ook wil houden. Dus daardoor komt borstkas naar boven. Abdomen wordt langer. Lang abdomen is meer kracht in je core. Alle spieren rond de wervelkolom die worden dan samengebundeld. De volgende stap is dat je de benen dichterbij brengt. En de ellebogen tegen de knieën. Als dat niet lukt, dan kan je met je handen achter je knieën hetzelfde proberen doen. En je kan dan de kracht van je armen gebruiken om je borst te heffen, abdomen te verlengen, knieën naar buiten te duwen. Of je kan je knieën omarmen en hetzelfde doen. Ik neem mijn pols vast met duim en wijsvinger van de andere hand. En duw mijn knieën open en hef mijn borstkas weg van mijn abdomen. Volgende stap is dat je hetzelfde blijft doen, maar je zit in balans. Je heft de voeten op. Voeten zijn flex. Je duwt de hielen naar buiten. En je houdt je abdomen zo lang mogelijk. Oké. Okay. Dan kan je eventueel één arm loslaten. Kleine variatie, neemt grote teen vast met wijsvinger en middelvinger. Je heft je been op. Open je been. Laat je been los. Breng je been naar beneden. Naar voren. En plooien. En we wisselen om. Als dat allemaal niet lukt, dan doe je gewoon één van de vorige versies. Dus je activeert je benen, knieën uit elkaar. Borstkas hoog, abdomen lang. En linkerarm los. Mijn wijsvinger, middelvinger neem ik grote teen vast. Ik probeer mijn been te strekken. Abdomen nog steeds lang. Been naar buiten. Quadriceps actief. Laat je been los. Langzaam breng het naar beneden. Plooi je knie. Omarm. Oké. En dan... Laat je de voeten neerkomen. We gaan terug zitten op het blokje. Als het goed is, dan is er nu heel wat meer warmte in je lichaam. En om te eindigen, onze gekende oefening in torsie. Nog meer om abdomen te verlengen, rug te verlengen en alle bindweefselvezels die niet... die dat tegenwerken en die te veel vasthouden, los te maken. Dus we starten met een torsie naar rechts. Dat betekent dat we vooral linkerbeen activeren, linkerknie naar beneden en naar achter. Ondertussen duw je op de armen. Je laat toe dat de schouders naar boven komen. Verleng je wervelkolom. En op een uitademhaling begin je weg te draaien. Vanuit je bekken, je navel. Dus het is niet... Een torsie met je hoofd. Het is een torsie die start helemaal hier beneden in je bekken. Doordat je buitenkant van linkerheup activeert.
door de knie naar beneden en naar achter te duwen. Je doet het op tempo van je eigen ademhaling. Als je moet inademen, kom je een beetje terug. Een beetje uitademen, ga je opnieuw in de torsie en verlengen. Nog een laatste keer. En dan wisselen we van kant. Dus deze keer is je rechterknie naar beneden en naar achter. Quadriceps, buitenkant van je heup actief. Je duwt echt op je dijbeen. Dus als je zit, want ik zie een paar mensen bij wie dat de knieën naar omhoog zijn, weg van de vloer. De knie die moet eigenlijk op de grond leunen. Oké, okay. Als je gaat zitten zo in deze oefening, nee, dan zorg je ervoor dat je knieën lager zijn dan je bekken. Want als je knieën naar omhoog zijn, dan is je abdomen al verkort. Dan is er hier al een beetje een probleem. En dan kan je dit niet open krijgen. Dus het is belangrijk dat je zo hoog zit als nodig. Dus ik ken mensen die er baat bij hebben om diezelfde oefening op een stoeltje te doen, om te starten. En ervoor te zorgen dat je die verlenging krijgt. En op een stoel zijn mijn knieën lager dan mijn heupen. En dat functioneert perfect om hier verlenging te krijgen. Als ik mijn abdomen laat inzakken, mijn onderrug wordt bol, dat is niet gezond voor je onderrug, dan wordt het hier ook een beetje breder. Terwijl als ik mijn abdomen verleng, dan wordt mijn flank een beetje, die flanken worden, mijn taille wordt een beetje dunner. En dat betekent dat alle weefsels rond de wervelkolom meer samenkomen. Dus het kan zijn dat je op meer dan één blokje moet gaan zitten, of op een krukje. Oké, en dan kom je zitten in kleermakerszit. En ook als je gaat zitten om te mediteren, of om even te voelen naar binnen, gelden dezelfde principes. Als dat niet lukt, zit dan op een krukje. Voor ons ego is dat soms niet makkelijk. En we denken dat we niet gaan kunnen mediteren als we niet op de grond zitten. Maar dat is Lari. Het belangrijkste is dat je wervelkolom lang is in de natuurlijke krommingen. Dan kan je langzamerhand toewerken naar meer openheid creëren in je heupen, waardoor dat die knieën vanzelf naar beneden komen. Stel nu dat je toch zo zit en het is moeilijk om je knieën te laten zakken, dan kan je wel nog blokjes onder je knieën steken, zodat je kunt beginnen duwen naar beneden. Zodat de buitenkant sterker wordt, de binnenkant kan ontspannen. Oké. En dan ga je nog even voelen, navoelen naar het effect van wat we deze ochtend hebben gedaan. Je kan even je ogen sluiten. Adem voelen. En breng je handen samen voor je borstbeen. Voel nog even naar je hart. Namaste.